welkom. Als je het niet erg vindt, ga ik vandaag even op de bank liggen. Ik heb echt een hele zware nacht gehad. Henriette, het eerste wat ik ga doen is een label op jou plakken. Dat noemen we een anamnese, maar goed, dat snappen de meeste cliënten niet. Vanuit daar kunnen we verder met jou aan de slag. Als jij naar een verjaardagje moet, heb je last van nervositeit, angstige gedachten, rusteloosheid, buikpijn, hartkloppingen, trillen en overmatig transpireren. Ik noem dat ook wel aanstelleritis, maar binnen deze vier muren noemen we dat een sociale fobie. Het gevolg is dat jij mensen en situaties uit de weg gaat. Het is heel simpel, Harriette. Mensen zijn gewoon vervelend. Als je dat accepteert, dan zal het altijd alleen maar meevallen. Jij mist aanraking, warmte en liefde door je sociale awkwardness, lees ik hier. Ik stel exposing therapie voor. Dus je sleep jezelf gewoon naar die kroeg. Hier op de hoek zit er wel eentje die mut zo erg dat jouw transpiratielucht ook niet opvalt. En geloof mij, er is altijd wel een vent wanhopig genoeg om zelfs jou te willen. Als je je angst voelt opkomen, zou ik zeggen, ga een stukje fietsen. Of klieren wat mijn part wat in een dagboekje. En als je echt voelt dat je helemaal met jezelf in de knoop zit, dan bel je gewoon even met Stichting Correlatie. Ik geef jou zo even een dossiertje mee van een andere cliënt. En dan zie je dat het bij jou ook best wel allemaal heel erg meevalt. Nou, laat jij jezelf even uit. Dan overdenk ik deze sessie nog eventjes aan de binnenkant van mijn ogen.